Iets dat vrij actueel is heden ten dagen en wat ons allen zorgen baart, een fenomeen welke niet onderschat mag worden. We hebben het over het fabriceren en verspreiden van nepnieuws, ook wel fake news genoemd. Met directeur Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid hadden wij een gesprek hierover. De kwestie fake news. We zien het vaak gebeuren dat kwaadwilligen het tot hun werk maken om nieuws te fabriceren en dat nieuws ook te verspreiden. Wat doet het directoraat hier tegen? Het directoraat werkt met instanties in Suriname, maar ook in het buitenland, om na te gaan wie de onverlaten zijn. En het gaat niet altijd even gemakkelijk, omdat het moment dat je begint te verspreiden en de ene persoon neemt het op en het gaat dus zo door, dan wordt het echt viral. Je moet teruggaan naar de bron en dan is het heel moeilijk om de bron te vinden. Daarmee wil ik dus aangeven, het moment dat je een berichtje krijgt en je hebt niet het gevoel dat het waar is, of je weet dat het te maken heeft met laster en smaad, doe niet mee eraan om het door te verspreiden. Je zorgt alleen maar voor ongerief voor de persoon zelf. En wat heb je er eigenlijk aan om negatief nieuws over andere mensen te verspreiden? Eigenlijk niet veel. Wat doen wij als wij bijvoorbeeld merken dat, of we krijgen het bericht, een Facebook-account is gekloond of gehackt? Dan geven we dat gelijk door aan de Facebook en het wordt dus dan verwijderd. En we merken dat het dan gelijk weer wordt aangemaakt en we gaan daarmee door. We vragen ook aan ieder om de security settings continu te veranderen en te versterken. Je kan het niet meer laten gebeuren. Het gaat niet stoppen dat mensen gaan proberen om te hacken, om je te klonen. Dat gaat niet stoppen. Dus je moet gewoon voor jezelf weten dat je doorgaat met je security settings versterken en dat je ook niet helpt verspreiden negatieve informatie. Wij werken dus dan gelijk met de politie. Als wij dus kunnen achterhalen wie het is, dan zal de politie dat verder onderzoeken. En dan kan je strafbaar gesteld worden voor laster of smaad. Er zijn daar enkele artikelen voor in het strafrecht, het wetboek van strafrecht. En dat zal de politie dus dan gebruiken. Dus wanneer men dat doet, moet men dus weten dat men strafbaar bezig is. En het verspreiden van negatief nieuws heeft in principe de reden om de persoon in kwestie of de omstandigheid welke dan men wil bespreken, heeft er alleen maar tot doel om iemand kwaad te doen. Dus het kan nooit positief zijn en ik denk dat mensen dat moeten begrijpen. Ja, en nepnieuws. Zijn er kenmerken waaraan nepnieuws herkend kan worden? Dat kan een beetje moeilijk gaan. Wij keken laatst nog naar een foto waarbij men zaken aangaf van hier zit bijvoorbeeld de president met deze persoon en dergelijke. En wanneer je verder gaat achterhalen, dan zie je dat het eigenlijk een heel ander persoon is. Men maakt gebruik van de onwetendheid van mensen. Dus hoe zou je dat kunnen weten? Ga het eiken voor jezelf. Ga zelf ook, zoals we altijd googelen en op Facebook kijken naar andermans foto, is die persoon het toch werkelijk? Ga na als die informatie welke aan jou wordt gepresenteerd of het wel waar is. Voordat je het, want dat is de sensatiebelustheid van onze mensen, voordat je het gaat verspreiden en gaat aangeven van kijk hier, de president zit met X of kijk daar, minister zo met die of kijk daar, Joni met meneer X, weet je? Dus ja. Men moet eerst gaan onderzoeken of datgene dat verspreid wordt waar is. Want als je zo naar een foto kijkt en je weet het niet, ga je uit ervan dat de persoon die het voor je gestuurd heeft, dat de persoon de waarheid spreekt. Dus dat gaat moeilijk. Ik heb het al een keer aangegeven. Ga niet ervan uit dat een minister, de president, de first lady of wie dan ook, je gaat opbellen. Precies. Of een app gaat sturen om je te vragen om, hoe noem je dat, bel te goed te sturen. Ja. Of een lening, ja. Of je komt daarvoor wel in aanmerking. Als men alleen maar kijkt van hoe het gaat in Suriname,
kan dat niet. De enige persoon die je beltegoed kan geven, zijn mensen die, jij gaat vragen, die dicht bij je zijn, die je kennen, die gaan jou geven. Dus ga niet ervan uit dat de minister een willekeurige burger gaat vragen, kunt u voor me sturen, ook geen ondernemer. Ja. En als een ondernemer wordt gebeld van, we willen kip, vis, groenten, want dat is ook gebeurd. Liever televisies en weet ik veel. De president gaat zijn huizen herinrichten. Bel terug om te vragen of dat wel klopt. En, of bel naar het nummer welke er staat in de gids. Er zijn zoveel manieren om het te kunnen onderzoeken. Maar stuur geen dingen weg. En dat is gebeurd. Mensen sturen van alles en nog wat en dan bleek dat het niet zo is. Dus ga niet ervan uit dat het op die manier zal gebeuren. Men gaat de andere manier, de correcte manier. Men gaat je bellen, men gaat je uitnodigen voor een gesprek. En op die manier zullen dan afspraken gemaakt kunnen worden als u diensten zou moeten leveren, toch, als ondernemer. En gewone burgers, nee. De minister gaat je echt niet bellen om dat je 50 SND-beltegoed moet sturen. Dat gaat niet gebeuren. En de laatste tijd gebeurt het vaker, hè, dat mensen neppe accounts maken van vooral ministers. Ja. Ze bieden leningen aan, ze zoeken beltegoed. Maar directeur, hoe ver is onze digitale recherche op dit stuk? Kan men nu al, is men al zo ver om te achterhalen van waar zo iemand... We kunnen dat wel doen, ja. Digitale recherche bij de politie, ja, die kunnen dat wel doen. Wij moeten alleen maar weten. Het moment dat het gestart is, dan gaan we dus werken met andere diensten in Suriname, maar ook in het buitenland, om dus na te gaan. Want soms is het niet vanuit Suriname, soms is het van heel ergens anders. Soms wordt een andere machine gebruikt. En dat heeft dan allemaal te maken met alle elektronische cyberaangelegenheden. Maar men kan het wel achterhalen. Belangrijk voor ons is dat wij bepaalde technologieën meester zijn. En dan kunnen we dan zo wel verder. Maar als wij de dingen, de feiten, die stapelen zich op. Maar onze mensen kunnen er wel aan werken. Het vraagt wel een beetje geduld. Het gebeurt niet 1, 2, 3. Het is niet een overnight business. Maar we kunnen het wel achterhalen, maar in alle rust. En er zijn ook straffen hieraan verbonden. Ja. Yes.